We hebben daar de windturbines staan, die genereren stroom. En die stroom die gaat dan naar het e-house. Vanuit het e-house gaat het weer naar twee kastjes. We hebben namelijk twee kraanschepen. En vanaf daar gaat het naar de gele paal die je daar ziet. Met de stekker zo het schip in. Herema is de aannemer van de zee. Dus wij transporteren, installeren of verwijderen offshore infrastructuren. En die infrastructuren die variëren van windparken tot olie- en gasplatformen. Die energietransitie, daar zijn we zelf heel actief mee bezig om onze schepen te verduurzamen. Denk aan waterstof, batterijen, alternatieve brandstoffen, zonnepanelen op de schepen of drijvend op zee. Dat zijn allemaal dingen waar we naar kijken. En op het moment hebben we zelfs een pilot lopen bij de Slijpnier van opslag voor CO2. Maar we zien ook in ons portfolio dat er echt een transitie gaande is van de olie en gas naar de duurzame energievoorzieningen, zoals bijvoorbeeld windparken. Onze missie is het creëren van duurzame waarde voor klanten en stakeholders. En vanuit die gedachte is ook het Walstroomproject geïnitieerd. In eerste instantie had de gemeente een meer monitorende rol. En toen het project echt van de grond kwam, toen hebben zij ons ook economisch gezien echt gesupport. Het is een flinke investering, dit project. En dat ondernemingsrisico, dat zagen zij ook. En daar hebben zij ons geholpen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een voorbeeld is voor de sector. Dat dit laat zien, het kan. Je kan een enorm kraanschip aan de stekker leggen. Het vergt wel wat daadkracht, samenwerking en een investering. Maar het kan wel.